Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Mijn Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Too young to hold on. Too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. Much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. Agoy, en welkom bij Noordewien. Je hoort bij mij een bijzondere gast aan de tafel. Een theatermaker, acteur, schrijver, regisseur. En dat is mij een enorme levensgenieter, maar dat kijk ik hem zelf regie. Want hij zit hier rond tafel, Romke Gabedraaier. En in kwart doekt hij op bij het Oeral Festival voor een speciaal project. Wat het precies inhoort, dat zal hij straks zelf wel vertellen. Ik ben in ieder geval blij dat je er bent. Ja, welkom. Bedankt. Ja, te gek. Hoe is het? Ja, goed. Een beetje zenuwachtig, maar ja, ik voel me helemaal vereerd dat come ik hier on, zit. Maar nee, ja, heel goed. Ja, we beginnen hier het Natano-oordeel. Dus ik daar een beetje spanning voor natuurlijk. Maar ja, verder heel goed. Wat is Oeral voor festival voor jou? Ja, Oeral is voor mij wel een festival waar ik vroeger al... Nou ja, vroeger toen ik op de opleiding begon, zeg maar hier in Leeuwen te studeren. God, toen ik begin 20 of zo, toen ging ik voor het eerst naar Oeral daar. En dat was echt een soort... opening van wat er allemaal mogelijk is op locatie, wat voor toffe dingen er allemaal maken worden in nou ja, eigenlijk de hele wereld. Er komt, de hele wereld komt er. Het is wel echt een, ja, een groot festival, best volle inspiratie op Helles, maar ik gewoon wat heel chill is om daar te wijzen. Ja. Maar wie de soort venster op de wereld voor jou? Nou, venster op de wereld is misschien een grut wut, maar wel een venster op wat er ook mogelijk is qua theater. Nee, dat is mijn wereld misschien een beetje. Maar het is wel een venster op wat er ook mogelijk is qua, ja, qua theater. Ja, en vooral locatie, hè? Dat zei je zelf al even. Dat is een prodde dingen. Ja. Is dat een soort allesomvattende liefde die van locatie theater hast? Of je dat gewoon in het rijtje... Van al die oren dingen die stik al die in harst. Nou, ik denk dat locatietheater wel... En dat komt natuurlijk omdat in Friesland... Ik ben heel erg opgegroeid. Zeg maar, mijn curve is een beetje begonnen in het amateurtoneel. Toen Iepen Lospunt, toen bij theater en zo. Nou, mijn eigen dingen. En de rest doog ik nog steeds en ben ik nog steeds maar verbonden. En Iepen Lospunt, ja, dat is toch een soort eerste zaadje voor locatietheater. Maar ik was op Oeros Jost... grote dingen wat triaten maken het of orde dingen hier in de provincie. Dus het is gewoon een heel groot ding. En er komt voor mij alles samen. Dus het sociale aspect, want het werkt vaak met vrijwilligers die erbij zijn. Dus dat vind ik heel mooi. Dus dat is echt iets... ja, maar als je al makkelijk in zo'n dorp of op zo'n plaak waar helemaal niks is... en waar dan een soort... Ja, maar als je al magie creëert... En dan het laatste stukje is dan maar publiek. Maar ik op de jong zelf, dan ken er ik nog van alles gebeuren. Nou ja, het is vaak een gevecht met elementen. Hè? Ja. Er komt een bui, jongen. De wien helpt, jongen. Ja, en die spanning is gewoon echt te gek. Een stuk decor, om ik zeg maar wat. Huilen, weer. Ja, nou ja. Maar ja, dat het er misgaat. En dan toch met je anders kouders eronder om het laatste setje... om het toch echt te maken, zeg maar. En dat is gewoon... dat vind ik wel echt het bijzondere om op een locatie werk je. Dus dat is echt met je al op zo'n plak best was de maar een team, maar ik op een gegeven moment publiek wat erbij komt en iedereen die er omheen zit, van de kaartjescanner tot de autoparkeer. Dus ja, het is echt een, het is gewoon echt een, ik weet niet hoe ik het opschroom, het is gewoon een soort energie, oh, heel sociaal eigenlijk, ja, energie die vrijkomt en ja, gewoon de prachtigste dingen die is maatje kist op en mooi een locatie. Is dat eigenlijk een van de redenen?
dat is net alleen een acteur bist of alleen een regisseur of, maar dat is verschillende dingen, dus. Ja, hoe neem je dat? Ik ben generalist, denk ik. Dus ik ken van alles een beetje. Alles een beetje. En dan ken ik van alles wel een beetje goed, zeg maar. En volgens mij, dat werkt het voor mij heel erg goed. En houdt het voor mij ook heel fris om van alles u te proberen en te dwalen wat ik leuk vind. En dus dat is heel erg tof. En ik ben heel blij dat ik als acteur, en dat durf ik nog steeds, ik speel hier nog steeds wel, maar ik ben nu een beetje aan het shiften naar meer theatermaker. Maar ik ken alles tussenin, ken ik. Dus ik weet, nou, ik weet hoe ik produceren moet en dat soort dingen. Dus, en ik vind het allebei heel erg leuk om te dwalen. Ja. Dus dat is heel erg, ik ben heel erg blessed dat ik dat allebei dwaal mooi en al die verschillende dingen. Hoe begon het? Wanneer is de theater die wereld inkwam? Want er komt het mogelijk waar. Ja. Prachtig plak, prachtige hoeken van Friesland. Ja, zeker. Maar daar stonden de acteurs nog net bij de voordeur. Nee. Nou, het begon eigenlijk in Simmer 2000, denk ik. Toen wie er een grote belospel in Mokwaar, Ringers Reis. En wij waren midden in het dorp. Het is heel iets dorp, 360 inwoners. Maar wij hadden een stukje lawn, het is palm. En wij hadden op je zien hem als een pal, zeg maar. En daar stond ik een huske, een onderdeel. En dan ging ik mijn praam terug het dorp heen. Het Venetië van het noorden vroeger. En ging ik mijn praam terug het dorp heen. En dan stond daar ik een... wie daar ik een scène te zien. En Tjin Oer is wie een orenpal. En hier is een heel groot skip nabouwd. Nou, wij als jonkjes van het zien, wie we daar en famkes van het zien, wie we daar alle grond het boatsen. En jongens, mijn huid speel ik mooi. En het hele dorp speel als mooi. En de jongens, dan zie ik altijd bij de Hagen te zien. Nadat die premie voorbij kwamen en dat het de spielen waren. En ik denk dat daar een setje planten is. En toen, een jaar later, toen stier dat hutje daar nog steeds. En Toen had ik het idee om mijn vriend daar een vaststelling te maken. Harry mij niks. Zelfs kreun en regisseert. En mijn peer Squalgenoten uit groep Zoon 8 hebben dat toen zelf een vaststelling maken van 30, 40 minuten. Koersen wordt mij krijgen, die leeftijd is genoeg. Maar ik bedoel, dat is ook een leeftijd. Ja, dat je hutten bouwen wollen en dat je voetballen wollen. En dat je denkt, hé, theater, wat dat nou? He? Ja, nou, op zich kreeg ik ze wel mooi. Ja. Misschien zie de regie toen al wel een beetje in me, denk ik. Maar, kom jongens, ja, begin. En we moesten wat uitvieden daar. En op zich kreeg ik iedereen mooi. En we hebben letter, toen zitten we in de eerste twaalf was, hebben Harry mooi niks deel 2 maken bij Ian Oor op het team. Dus we hadden wel nog ten hand. Het vervolg. Het vervolg. Dus we hadden wel nog ten hand om het te doen. En ik denk dat het tijd toen shit is. En toen letter op de opleiding, of op VMBO zit ik in Koudum. Toen wie een famke die hier toneelles in Balk. En ik weer heel erg ziekje, wat wel leuk. Voetbalweek van Augie. En ik was doensles han, maar mijn zus. Maar... Nee, ik zit toch nog in de kast. Hè. Ik ben letterlijk uit de kast gegaan. Maar toen worstel ik al met mezelf. Toen dacht ik, dit is toch meer iets voor vrouwen blijkbaar. In uw hoek in ieder geval. En dus toen dacht ik, dat is het ik net. Maar toen sprut zij over die toneelles. Toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk toch heel graag doen. En toen mijn moeder lief aangekeken. Zijn mem, Mike daarop. En die zei, dus die bracht mij elke week van Mokwa naar Balk. Om bij vrouwtje Geertsma les te krijgen. Dus toen was ik 14, denk ik. En toen is dat begonnen. Ja, dat wie de basis. Maar daar was ik echt gelukkig van, dus. Ja, ik wie wel... Heb je echt zo'n mikje, daar denk je zo... Squallows is de droom van ik begin weer. Nou ja, en dat de mensen vindt west die in herkenst of die ik willen in... in toneel spelen en... creatief door te wezen. Creatief wezen en... we gingen dan BKV op squallen. Nou, dat vond ik mooi. Een beetje dingetjes bouwen en dat soort dingen. Dus daar koek mijn eye ik wel in kwiet. Maar ik vond dat speelje zelf heel erg leuk. En het begon bij mij ik wel mijn goede tijden, zeggen wij elke keer. En je wil beroemd worden. En je denkt van, ik wil dat ook wel. Ik wil acteur worden. Dus daar begon het bij mij, die tiert ik wel om. Dat is nou gelukkig net meer zo. Maar het zou begonnen. Het is maar voor mij een soort droom. En toen zelf speel je. En uiteindelijk toch kees ik voor de artiest theateropleiding hier in Ljouwert. Eerst nog een jaar onderwijsassistent dienen. En toen toch na een jaar dacht ik van ik moet het toch voor gaan. Ja. En toen ben ik artiest theater begonnen. En toen kwam ik via Jannie van der Veen, zij joeg mij les. En die... ik vertel meteen maar een stuk van mijn levensverhaal. Ik hoor je net zien. En Jannie die vertelde toen dat ze in Jarvet in een zochten. Daar doen ze As It Is In Heaven.
Jouw maar Wjukken, 2008. 2008, zit ik dat goed? Ja, dat zit ik volgens mij goed. En toen auditie die met Cher Koester, die deed toen de regie. En nou, toen mocht ik daar verstandelijk beperkte jongen spelen. Die zit ik in die film. En daar kreeg ik toen een gerbe voor. Dus via Jani eigenlijk toen voor het eerst bij een e-beloft. Ik dacht, Jarwet, wauw. Ik op de website, Shen, toen nog al de websites. Maar dacht ik, oh, grote decors. Nou ja, Jarwet gaat altijd de naam Michael Horn. Ja, en nog steeds trouwens. Ja, ik koe Jarwet toen nog net, toen ik auditie die. Ja, wel, dus dingen opzocht. Nou, ik dacht, dikke decors, musicals en het ken het op. En toen dat hij hier alleen nog een tafel. Want ze moesten liedsen, want ze hadden volgens mij ook wat problemen financieel destijds. En toen moesten ze wat liedsen. En toen, maar dat wie een boppenslag. En toen, nou ja, daar kreeg ik toen een gurbe van. En toen dacht ik van ja, ik moet hiermee door. Wow, fantastische start. Ja, weer mega. Ja, weer echt te gek. Ja. En dat budgette voor mij gewoon. Ja, er is wel eens discussie over de gurbes. Maar wat het net een wedstrijd was, en daar ben ik helemaal mee eens. Maar het kan kwaliteit wel verhegen. En voor mij wie het heel erg bevestigd van oké, ik moet terug in mijn spillen. En dit is echt wat ik wil. En toen, ja, toen kwam Triater, die toen de Alphen Sterrentocht met Ira. Daar kwam toen een auditie vandaan. En toen mocht ik daar in mooi spelen. En ze is dat veel rol niet. Ze is er niet eens in een heel professioneel theaterleven. Ja, ja. Bizar, ja. Ja. En dat groeit of is dat wel als dream al bij wijze van spreken in balk? Dan denk je, oh, ik zou dat wel willen. Of is het nou zoiets van, nou, het zou altijd wel een hobby bloeien. Waarom ben ik nog bereid te leven? Dat nou, idee, dit je hebt ook meer leven van mij. Ja, eigenlijk toen ik eerst voor de artiesttheateropleiding. En toen ben ik wel heel eager. Ben ik nog steeds, denk ik wel. Maar ben ik wel ergens van, oh ja, ik wil wel echt spelen en op die planken staan. Ik wil, nou ja, daartussen trooi ik wel met Dwarpsen die allemaal in die Wines en in Mokwaar. En dat vond ik wel te gek. Mensen kunnen die zeggen, applaus, de complimenten, het werkje maar koren, ons aan tekst en daar iets van maatje. En dat vond ik gewoon toen al echt te gek. En toen, ja, na jaren begon dat ja, helemaal zat te rollen. En toen met Triater. En toen kwam er een interne opleiding bij een Triater, want ze woon, nou ja, een talentontwikkeling dan. Dus daar mocht ik toen een maat van. En ze mocht ik voor het eerst maar spelen bij Macbeth, een grote vaststelling van Triater. En eigenlijk onder de vleugels van Ira, zeg maar, verder groeit in het theater. En doe tijdens de opleiding, ik wil wat regisseren gaan met Dwarpse Neel. Nou, toen afstudeerde, toen dacht ik, ja, wat wil ik maatje? Hoe ken ik mijn, nou ja, in 2011 mocht ik afstuderen onder MBO-artiest opleiding. Hoe ken ik dat nou voor mezelf deze periode mooi afsluiten? Toen heb ik een IP-lospel maken in Mokwaar. Dus op mijn hometown. Bij de Sediek, bij het Sluiske. Bij de oude Sluis, dus zicht op Hielpen in de Kom. En ja, dat nou ja, ik heel positieve reacties en Cher Koester wordt dat ontschroeven. Emmy Jonkman die daar de productie of de zakelijke leading mooi. Femke Jouwersma, haar stagiair. En nou, dat had ik best wel goed oppakt. En ze begonnen toch al te groeien. En dacht ik, oh ja, dit is echt waar ik heel blij van word. Mooie dingen, maatje, mooi meesken. Combi, professioneel, amateur vind ik nog steeds heel erg te gek. En ja, zij is dat al een rol in gingen. Wat een leven, man. Fantastisch. Ja, bizar, ja. Ja. Wat wel vet, hè? Ja, ja. Ja, heel blij. Ja, ja, maar ik snap wel eens dat die energie houdt, inderdaad. Ja, dat ja. Je de goede meesten zien komen, natuurlijk. Ja, zeker, ja. En daar heb ik natuurlijk heel veel, hoe neemt dat? Mazzel, my hand. Ja. En dat is de goede meesten. En dat die, die ondersteunen of die, die dingen gunnen. En dat is dan, ja, mooie dingen, maatje, kist maar akkoord. Ja, dat was intussen zeker dien en dat gist ik nog doen. We gaan straks verder op praten, maar eerst maar even de muziek. De horrorvraag is, zie ik je 4 plaat nu? Oh. En de meeste komt bij 50 hoor, en dan moet je er 44 voor voortgooien. Ja. Bedij wie het net oors. Bist muziekliefhebber? Ja, ik mag graag muziek luisteren. Ik ben zelf net zo muzikaal, helaas. Ik wil zelf nog, heb nog de droom om ooit trompet te spelen te kennen. Ik heb wel, dat is een moeilijk instrument, hè? Dat ja, maar nou, ik heb maar de evening mocht ik nep trompeteren in de evening. Van de culturele hoofdstad. Dus toen en toen koek er aardig geloerd uit krijgen. Dus dat is een stap in je leer ik. Maar dus dat is nog een wens. Maar ik vind het fijn om muziek te luisteren. Vaak wel wat melancholische pop, rustige noemers. Nou ja, dan kom ik voor bij de Ieperingsplaat, Jeff Buckley. Ja. Over melancholisch gesproken. Ja. Ja. Hoe bent je hem oor rond? Zijn muziek of?
Oeh, ja, dat weet ik. Ik denk Halleluja, toch? Ja. Onder de plaat refereren ze het album met dit nummer van Orkan, waar we draaien, ja. Grace. Ja, Grace, ja. Ja, eigenlijk is het hele album te gek. Dus ja. Iedereen zei ze lust voor het hele album. En ik moest een nummer kiezen en ze ben eigenlijk vrij lang. Maar Lover, You Should Have Come Over, die is toch wel een van de mooiste. Ik wil muzikaal te gek. Is de sfeer, de stemming of je systeem? Ja, systeem. Ik bedoel, Halleluja is gewoon ik een mega mooi nummer, maar ik dacht die kies ik net, want die is al zo vaak die je maar voor mij is dat de mooiste versie van Halleluja. Maar dus die is ook echt te gek. Maar zijn stem en hoe hij de hecht in kent, en ik merk dat Sam letterlijk nog wel in de nummers jaren. Stemmen die heel erg de hecht in kennen, daar ging ik zelf heel erg op om. En dat rekert mij gewoon meteen in de ziel. En bij hem zit rocken tussen droog, maar ik melancholie en rustig en ik gewoon een hele vibe van Jeff Buckley. En dat album is gewoon, en de vertelling, hoe hij het vertelt. Zijn eigen levensverhaal is misschien ik wel schrijnend, maar ik ben heel mooi dat ja. Ik ken hem nooit live zien, dus de rest die hem alge jaren zal ik alge live zien. Maar het spijt mij dat ik hem nooit live zien heb. Nee. En ik ben net erg het fan van gauw van artiesten, maar van Jeff Buckley ben ik echt fan. Ja, ja, in alles. Ik ken inderdaad boeken of screw, dat is ik niet en documentaires. Ja. Bijzonder man, bijzonder talent ik. Ja. Even door die stem trouwens. Moet best misschien nog een zanger, maar wel een acteur. Ja. Maar ik regisseur, dus is de meeste teleurstelling. Bent met stemtechniek bezig? Versteenbaarheid is alles, hè? Ja, versteenbaarheid is alles. En op zich ik wel een loerde stem, dus dat is heel fijn. Ja. Ik tijdens het regisseren op locatie. Je bent wel bezig met stem en hoe broekst hem en hoe haast hem heel ik. Want ik ben soms vrij oude skar. Ik heb een loerde stem, dus dan ging ik soms wel eens overcompenseren. Maar daar wordt volle maar bezig. Dus misschien, ja, en maar vooral als de hechte ingiet, dat vind ik wel echt. Dat rekent mij gewoon met die. Haast daar les ik in hoor van stemtechniek? Ja, zeker. Op school heb ik zangles Han. Logopedie, denk ik. Logopedie heb ik Han, omdat ik mijn Nederlands wilde verbeteren. Ik ben hier nu in Utrecht. U had nou een klein accentje? Ja, een klein accentje. Dus ik kan nu heel goed de V en de W. Dus ik heb inderdaad wel logopedie Han in Utrecht. Op een gegeven moment dacht ik van, ik wil toch mijn Nederlands iets, iets mooier maatje eigenlijk. Of iets meer ABN. En volgens mij is dat aardig slagen. Ja, als wist dat ik uit Friesland kom, dan juist het, maar... Ik heb totaal begin muziek draaien van Tamino. Dus hij is op Jeff Buckley, nou ga ik alles live show. Maar horen we dit echt? Ja, Tamino, dat is... ik zei al, ik ben net zo gauw fan van hier. Jeff Buckley ben ik fan van. En Tamino, die leeft gelukkig aan gewoon. Maar Tamino is een Vlaamse singer-songwriter. En ik ben echt fan van hem en ik ken hem. Ja. Soms groeit mijn artiesten op, toch? Dus je eerst in een heel liceeltje. Nou, ik zeg Tamino Tink het eerst in Tivoli, Vredenburg en Utrecht in de Bobse Seel, liceeltje. En wonderschoon. En hoe hij en Habibi derde hechting giet en dan Stinks in het midden. Nou hebben we alles aan. Dan op het einde, wacht tot het einde. En dat live scene is echt zo bijzonder. En ik zeg hem letter nog live in een hele liedse setting. Alleen nog mijn gitaar in je lampje in de Explore the North Festival. En dat wie, ja, het is wonderschoon. Het is echt mega. En zijn teksten zijn heel mooi. En Habibi is one of my faves. Maar live is het echt bizar gewoon. Wat hij kent met zijn stem. En ik heb nu uitgroeien schoen tot het grote podium. Hij gaat nu ook nog meer naar festivals. Ja, maar zit hij nu op de grotere sale access? Ja, hij wil wat meer schoen. Dus hij heeft nu ook zijn 12e album uit. En hij komt nu wat meer op de wat grotere festivals. Maar hij zit nu ook op Pukkelpop en wat meer Vlaams festivals. Maar hij is amazing. Hij is echt wonderschoon. Something died within the soul, left the eyes to rest. And every time it is recalled, it covers all in dust. Prachtig mooi nummer, sfeervol. Habibi zit op het listje van mijn gast van Joert. Theatermaker, ze neemt er hem zelf in ieder geval. Ja, dan ken je acteur van mij, regisseur Romke Gaber, draaier van origine uit Molkwar. Tjeburg, wenachtig in Utrecht. Maar de komst, waarom? Ja. Jeetje. Ja, jong. Ja. Hing het bot op Friesland?
Ja, ik werk hier een soort. Dus ik heb hier. Dus we komen aan hier weer om, want we hebben een huis gekocht. Eindelijk ben we op de woningmarkt. Als jonge starters. Maar dus dat huis werd bouwd. Dus wij komen aan hier weer om in Friesland te wijnen. En dat is heel lekker, want ik werk hier gewoon een soort. Ja. Dus ik ben hier heel soort. Dus het is ook lekker om. Nou ja, dan jongens gewoon wat sneller thuis te wijzen. En dan lekker met mijn vrienden op de bank te zitten. Ja, wat wil je van iedereen om naar de Roorsteer te gaan? Nou, ik heb altijd al een verlangen om buiten Friesland te zien nog. En ja, om verder te zien, zeg maar, van wat is daar nog? En nou ja, en ja, de blik op de wereld, eigenlijk de opinion van mezelf. En mijn zus ging naar Australië en te zoeken eigenlijk eerst in haar huis in Amsterdam, weet je. Maar dat duurde langer en toen vond ik de liefde van mijn leven. En daar ben ik nog steeds samen mee. En toen dacht ik van ja, kan ik wel weer heen en weer. Amsterdam, Utrecht, maar we kennen ik in Utrecht iets ziekje. Daar kwam iets vrij, daar hebben we zo voor inschreun en dat werden we. Dus daar ben ik in Utrecht te lonen kwam. Ja, want hast je een beetje plakje in die theaterwereld, hè, Chris? Nou, daar ben ik nou langzaam maar bezig, want ik merkte dat ik toen ik daar zie dat hier in Friesland dingen, ik, nou ja, verder begon erin, dus ik mocht ja, nou ja, steeds professioneler eigenlijk theatermaatje. Bij theater kreeg ik volle kansen. Iep Loften, eigen dingen. En dus mijn netwerk groeide hier steeds verder. En dat bleun je ik. En in mijn lauwe 2018 mocht ik vette dingen doen. En Arcadia, eerste keer. Dus toen is eigenlijk bleun het hier wat groeien. En ik ben nu wel bezig om, nou ja, ik via Oerol nou, maar ik mijn eigen werk, wat ik nou maatje. Omdat ik in de theaters buiten Friesland te krijgen. En dat lukt aardig. En om daar ik. Nou, wat verder maar te bouwen. En ik ben een opleiding begonnen in Maastricht. Master in theater. Eigenlijk om wat meer te shiften naar de theatermakershoek. Ja, maar wel ambitieus dus. Ik denk verboetende provincie. Ja. Dus hij stond, als jonkje ziet hij goede tijden slechte te zien. Ja. Hij stond ooit een poging die om in dat circuit te lonen te komen? Nou, eigenlijk net. Auditie of? Nee, dat lukt me net. Ik doe wel wat filmdingen en dat vind ik heel leuk op zo'n set staan. Ik wil volop voor de omroep dienen. Dus. Ja, want ik vond 12 films als mij dienen, volgens mij. Of nog meer? Nou, je bij de omroep bedoelst? Nee, ik zeg, even zien, mag je me even helpen. Stuk, hast in mij dienen? Ja, ik heb wel wat dingen van Steven de Jong dienen. Ja, en ik zeg ik nog, De Koers, dat wie een omroep voor productie De Koers, van, ja, dat wie in 2015. En toen ik de hoofdrol in De Koers. Nou, dat we meegaan. Ja. Dus dan, ja. Mooie serie trouwens. Moet ik zeggen? Ah, leuk. Ja, neem ik echt. Mooi maken. Ja. Ja, wat volgens mij nog steeds wel draait binnen Squalm. Dat is dat voor Squalm, voor de Friese les en daaromheen. Maar ik gewoon op de omroep draait. Maar dat weer echt mega vet om. Het is wel een beetje de liefde op zo'n set steen. Dat vind ik gewoon heel leuk. En dat het op dat moment moet. En dat liedje speel je. En ja, dat vind ik wel heel leuk. Maar dat hoef ik net altijd niet te doen. Dus daar lag geen ambitie voor mij. Bij mij zit de ambitie wel echt bij theater maken. En soms een film, denk je. Nou, ik ben zo'n generalist. Dus soms vind ik het leuk om dat soort dingen ik te doen. En dan ben ik heel blij en te gek. Maar er lag net een. Ik hoek net een filmacteur te worden. Of een gouden kalf te winnen. Of een dat soort. In dat ruimte heel belangrijk. Dus ben je van die voorstelling. U nog best voor Amsterdam. Voor het theaterfestival. Ja, dat vind je echt een gek. Want ik ben een master begonnen in 2020, omdat ik dus wat shift wil in het theatermakerschap. En daar vond ik, om te ontdekken, ja, wie ben ik als maker? Wat voor thema's wil ik theatermaatje? Wat is mijn stijl? Dus ik wil wat meer naar een beeldende makerschap daar, zo neem ik het steeds maar. Dus iets minder tekst, iets meer beeld. En nee, daar broek ik de master voor, die heel vrij is, mezelf indelen. Toen dacht ik, oh ja, dan wil ik een soort drieluikmaatje over queer zijn in Friesland. Wat begon is vanuit, ik ben op mijn zand, wanneer de pas uit de kast komen. En daar zit voor mij heel veel vragen. Dus ik dacht, dan wil ik daar een soort drieluikmaatje. Ik wil 50 LHBTQIA-plussers interviewen. Ja, dat is een enorm verhaal, hè? Ja, het is wel huge. Ik bedoel net even 5, 6 of zo. Nee, ook meteen van leer dat 50 net hoeven, maar dat weer heel interessant. Waarom zo'n groot aantal? Nou, ik dacht, ik wil van alle letters in ieder geval 2. En om een zo gedegen mogelijk onderzoek te maken. En toen dacht ik, ja, nou ja, het is lekker om gewoon heel volle verhalen te jaren. En dus toen heb ik al inzetten op 50. Dat is, uiteindelijk is dat veel te veel geweest. Maar wel heel goed om van. Ik heb gewoon heel veel verhalen niet. En daarmee krijg je wel een soort idee hoe het is om. Nou ja, ik neem queer, maar om. Of homoseksueel of LHBTQIA+er te wijzen
in Friesland of op het platteland. Maar ik, nee, ik buiten Friesland, ik in de Randstad. Want het is, ik wil weer algemeen. Het is net alleen nog maar Randstad loopt voor op platteland. Dat is volle genuanceerder eigenlijk. Nou ja, het is dynamisch. Hè? Want ik heb van de week nog een onderzoek gehad onder de jongeren dan. Ja. Dat de acceptatie van homoseksualiteit weer aan het aannemen is. Ja. En dan ga je door de Randstad. Waarbij, tenminste ik persoonlijk vanuit Friesland altijd dacht, nou die rennen voor. Hè? Ja. Het is in beweging. Hè? Ja, het is in beweging. Ja. En het is dus juist ook wel dat we in de list, dat we weer wat te back gaan. Nou ja, überhaupt is de tendens wordt wel wat rechtser. Ik in Europa is just een soort golf. Ja, ik neem het een rechtse golf. Maar goed, dat zit weer meteen in politiek. Maar, ja, maar het wordt er net toleranter op. Nee, precies. En dat is wel een ding. En hier in Friesland is dat ik wel een ding. En dan moeten we er wel voor vechten. En nou, ik de regenboogbeleid, stekt de provincie ik in Yield Marine. Dus dat ben wel, vind ik wel zorgelijke dingen qua acceptatie. Want we zitten wel van ja, het wordt wel accepteerd. En maar de verhalen uit die interviews en de verhalen wat nou ik uit onderzoeken komt, is dat het te back rent, zeg maar. Dus dat het weer omrent. En dat we wel zichtbaar hier neder gaan, was er ik van vinst. Maar we moeten zichtbaar blijven in een verhaal die ja, bouwt is op normatief hetero, zeg maar. Nou ja, en daar wil ik eigenlijk ik theater om uit. Nou ja, daar had dat hele stuk ik op bouwd. Ja, eigenlijk. Dus Pinocchio, wie mijn eerste stik binnen dat drie luik, wat heel erg geert over. Nou, je was chinkommerkist als voor mij een homoseksueel wanneer je uit de kast komen worst. Dus de wie baseert op de 50 interviews de verhaal van mij, ik op mijn eigen verhaal. En dat weer het eerste deel. En dat weer te gek om dat, om even om te komen op die vraag. Wie te gek dat we dat uiteindelijk op het Amsterdam Fringe Festival speel je mochten. Ja, dat is best uitnodigen. Ja, in Amsterdam. Ja. En ja, dat is toch een droom hè, als theater. Erkenning. Ja, dat is echt te gek. En een visitekaartje. Ja. Jazeker, dus dat helpt nou ik van mijn tweede deel, dat type Morphosis. Nou, daar komt straks ook een nummer die ze heet. Maar Morphosis is het tweede deel in dat drie luik. En ja, dat het eerste, maar ik heb gezegd, is Pinocchio Lost Time. Ja. We hebben die titel trouwens. Ja, Pinocchio stiet voor mij als de marionet in een wereld. Voor mij heel, of in de heteronormatieve wereld, waar ik me altijd nog conformeerd hè, als ja, homoseksueel. Toen ik in de kast zie het, dus er was toch een soort puppet on a string. Gies toch mooi in de normatieven. Want het was normaal wijze. Ja. Of er was het, ja, er was het wijze als iedereen eigenlijk, denk ik. Wie dat er een vandaag, dat is past op die zon 20e u die spreekwoordelijke kast komt? Nou, dat heeft heel veel redenen. Ben ik dus achterkamer eigenlijk. Maar ik denk dat het wel heel erg mooi nom het in soort schaamte die ik in me heb. Hier. En misschien nog steeds wel heb. Maar schaamte, ja, dat is net ja, oorswijze was. Je bent bang, ben vroeger ik wel verpesten. Ja, homo en dat soort scheldwoorden en van alles en nog wat. En dat was gewoon net. En ik in de omjouwing, uiteindelijk mijn vriend, alle keer in elkaar in wijns. Ik werk in de keet, zie het. Ja, daar is just het net, zeg maar. Het is daar niet, of het ben een man van 60 plus, was die net on spiegel je worst, zeg maar. Niet lullig bedoeld, maar nee, maar ik snap die wel, best jong. Ja. En dan was die fabel en, nou, niet bij 60 plus mannen. Kijk. Nee, en maar de vrouw, je ging het eigenlijk best wel goed. Dus ik zeg wel eens, ik heb heel Walibi hek uitspelen, maar nou, de Efteling longte wel, maar ik zie nog in Walibi, zeg ja. Maar. En daar krijg dan ik erkenning op van, nou, Rigitte wel het mooiste famke van Troch. En dat soort dingen. Dus dat, ja, en dan bloest hij zelf voeden. Dus die façade, zeg maar, of die muur, die schil om die hinnen, die bouwstuk. Ja, zo'n bubbel, zeg maar. Ja. Ja. En dat zit ik in de persoon. Dus dat heb ik dan ook wel te krijgen. Maar mijn ouders, die leef ik heel erg in Mokwar. En die ben daar heel gelukkig. Maar dat is ik, die ben ik voorzichtig. Dan wordt dat bijna idyllische. Ja. Dus de schap is idyllisch, maar wat is idyllisch? Dat is toch goed discussiëren. Maar goed, in Israël is Dwarke, Friesland. Ja, en die norm. En traditioneel. Ja, traditioneel. Dus dan wordt dat verhaal eigenlijk net kapot met je dus. Ja. Nee, misschien net. En dan bloot je in die bubbel. Wel kapot met Marcus, vind ik je persoonlijk. Maar nee, nou, uiteindelijk net. Maar nee, en dan bloot. En dan heeft u uiteindelijk een verhaal van die zelf creëert binnen Walibi eigenlijk. En daar komt ze dan net zo gauw maar uit, zeg maar. En nou, uiteindelijk, ik wil mijn psycholoog erop sprutsen. En die heeft me toen ook geholpen om zeg maar, uiteindelijk wel uit de kast te komen. Ja. Waar ik heel blij mee ben. Ja. Maar nou, ja, dat wie eigenlijk dat eerste deel, Pinocchio Lost Time, dat ging daar heel erg goed. Hoe die struggle was, chinkommerkist.
Hoe zit het dan waarom op die wraksling? Echt een zware wraksling of zei ze het is gewoon een hele nuttige wraksling geweest? Het had zijn tijd wel horen. Ja. Of denk snel, ik hier het oud wel oorsdwam. Nou, om hoe de titel weer om te komen, dat Last Time, zeg maar. En dat rekent me dan ik wel. Maar dat Last Time, dat zit toch ik wel in... ja, dat is ik een bepaald deel... nou, dan ben ik een beetje emotioneel. Maar dat is een bepaald deel in die leven voortgooien. Zij of die studenten die het... Flannet niet eigenlijk. Ja, ze viel het dan. En dat is net zo. Maar de hest wel... ja, een deel was misschien oorsdwaan was hier is in die leven. In die puberteit. Ja, in mijn puberteit. Begin twintigers. Ik wist het van mijn ziende al. En toch bloot het zo lang bij die. En nu brengt het me heel vol. Maar... ja, nou, als het achterhoudt, just, is maar in de hest niks om. Maar dan denk ik wel eens van, oh, ja, dat is ik wel een soort verloren tijd geweest. Ja, ja, wie ik op die 14e, 15e, weet ik wel, of nog eerder. Ja, en nou, achterhoudt, just, nou, weet ik als mens, heb ik er heel veel van geleerd. En weet ik gewoon van, maar ja, er zit soms ook speech, zeg maar. Of dat is denk ik van, ja, misschien niet toch eerder nog een queer club die in Amsterdam. Of... Nou ja, laten we heel tussen die 15 en 24, is een hele bepaalde, ja. Heeft iets. Ja. Mij experimenteren, ja. Juist de wereld uit, er was nog geen verplichtingen, mijn werk. En waarom andere dingen en hypotheken en neem het al maar op. Ja. Net dat die opsluiten mat, maar nee, en dat is nog een fase in je leven. Ja, misschien is dat ik nog wel shit van schaamte planten. Dus nou ja, mensen zullen me herkennen misschien als vrij energiek en outgoing. En, maar ik ben ik wel echt een kat uit de BM-sjogger. Nee, ik denk dat nou, dat het onder oren, maar mijn ouders, de maatje die heel beschermend ben ik wel opgegroeid en niet meer kwaar. En dat is ik een beschermend plak en we volle natuur om zijn. Dus dat zit ik wel wat in me, denk ik. Maar nou, ik ben wel benijd wat voor mens ik was wie als ik wel op mijn twaalfde kast kan. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Had ze er wat vrede mee? Mijn ouders? Ja? Ja, heel erg. Ik heb een wanklankje uit van het Ian die ik het vertelde. Dus het vond het wel leuk. Ian in de interviews die zei soms dan... Nou, dan zei ze van... Nou, Willem, ik moet hij wat vertellen, want... ja, ik herinner al heel lang om, maar ja, ik val op man. En nou, dan is benijd wat voor reactie krijgen. Maar dan weet het soms ik wel, en dat zou je zien in de interviews ook heel mooi. Die zei, ja, dan is het toch soms, als het zin in een saus is, als het de dag ervoor spaghetti eten heeft, mijn bolognese saus. Dus dan... Ja, van de... Ja, dan wil je denk ja, en nu? Ja. Maar kijk, een wanklankje hebt, en dat joeg mij ook wel heel volle tevredenheid. Ben je er bang voor? Ja, 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 dat is bang. Afwijzing. Afwijzing, ja. En dat was net als mens. Je wil niet afgewezen worden. De vaststelling die eronder komt, mij staan alles hoe vertellen, ja. Is Morpheus. Maar we gaan het eerst even draaien. Morphosis, wat is dit? Wat geven jern? Nou ja, ik ben hier bezig met het tweede deel, wat heel erg dus hoe schaamte is. Dus best uit de kast kwam en wat, nou ja, dan zit er nog schaamte in je lief en dan... Ja, dan kiest dan brekste was er uitbreken en dan kiest eigenlijk nou ja, alles doen wat God verboden heeft. En Morphosis gaat eigenlijk hoe een soort ontwikkeling van nooit dat stuurt de kast kan best. Alles is mogelijk, maar ja, is dat zo? Of binnen dan, ik werd dingen met genoerinst of een façade die ze opbouwt. Nou, vertel ik direct meer over. En toen, ik wie bezig met de titel en mijn stick en muziek. En ik hou heel erg van melancholische muziek. En Morpheus is een soort nieuwe artiest, beetje Tamino. Dat denk ik van, ah, oh, deze heb ik nu ontdekt. Nog niemand in mijn omgeving kent deze gast. En Morpheus, dit noemer, dat omvat eigenlijk die vaststelling. Toen ik dat jaar, toen dacht ik, dit is de titel. En dit is een soort ja, makerslijflied nu voor deze voorstelling in ieder geval. Het komt net in de vaststelling, maar het is wel een soort van... Ja, het omvat het thema, het omvat... Bijna een soort soundtrack. Sfeer, ja. Ja. Zwiffel noemer alweer van Morphosis en Morpheus. Ja, dat kan ook wel een beetje slaan op, denk ik, een van de nieuwe vaststellingen was toe, met de maanden best, Romke Gabe Draaier, want die is Juwet te gast hier. Straks hebben we het Oeral Festival, want daar is een soort
ja, residentschap-achtig. Ja. Nou, maar staan maar even uitlezen. Maar eerst maar even over de nieuwe voorstellen. Maar ben je bij van alles dwaande? Ja. Wat, even het komende jaar, wat speelt het al je? Oeral? Ja, Oeral, Morfosis is een vaststelling. En ik ben te Gerre met Eline de Vries. Hebben wij een stichting? Ja, maar een soort, wat is het? Een soort werkmaatschap of zo? Ja. Het is Draaier en de Vries. Ja, we zitten wel eens, we zijn trouwd via een stichting. Maar nee, Eline en ik, ja, we zijn beste vrienden. Maar is dat een soort productiehoes of zo? Hoe ja, het is dus eigen stichting. Dus Triaten produceert, Piri en Twintig Hest die produceert. En ja, wij wonen op een gegeven moment dus eigen dingen, maatje. Ja. En net, nou ja. We werken nog in opdracht, maar woon ik uw eigen dingen maatje. En nou, Eline hier een wens van, ik hier een wens ervoor. En toen zijn we van, ja, we kennen ik samen een stichting binnen. En samen ik dingen maatje. Dus we hebben ook krijgen een project die een afhaal verhaal, waarin we ja, de provincie in lutsen binnen om alle culturen binnen Friesland eigenlijk te moedigen. En nou ja, dat omheen te krijgen. En eigenlijk de vraag te stellen van ja, wie is en wat is de Fries you to die? Dat gaat verder, denken wij, als zoekenballen, Friese hinders en de stereotypen. Ja, wat veel je hebt. Ja. Mijn muziek overigens van Douwe Dijkstra. Ja. Toonjuut. Nou ja, dat is nou ouder onder Toonstik. Dat is het meeste dit jaar. Maar, fantastische muzikant overigens. Mag je het terug? Dus die had een noemer voor je maken. Een beetje het lijflied van die vaststelling. Even quattro de bocht. Wat is de Fries? Anno 2024. Er hoeft net een enorm conclusie uitkomen. Ja, maar... Nou, het is een tweejarig project. Dus ja. We hebben nu het eerste deel ervan handen. We gaan ook nog een installatie maken. En daarna is volgend jaar een grote locatievoorstelling. Ben je er iets van de redelijn? Dus denk ik van ja... Nou, het is volle meer dan de stereotypering. En dan ben ik heel blij mee dat we zoveel culturen hebben moeten en sprutsen en interviewd. En ja, dat ben saf, en dat doen we via keukens. Dus via eten leren we andere culturen kennen binnen Friesland. Maar het is te gek om te merken wat hier al georganiseerd wordt. En we hebben iftar mooi maken. Het breken van het vasten. We hebben een Eritrees koffieritueel mooi maken. We hebben Jalda nacht weten we dingen van. Dat is een Irenees feest. Dat er weer, zeg maar, dat de dagen wel langer worden. En de wordt zoveel om de hoek organiseert. Is er buren die we net kennen. En we zorgen het ook net, hè? Nee. Maar als die er voor iepens, dan is het Chen. En dat willen we heel erg graag, maar dat project. Gebeurt er in Friesland meer dan we denken dus? Zeker. Ja, volle meer. En dat is te gek dat we daar met dit project hebben, krijgen we de kans om daarin te doeken en daar ja, verbindingen te lezen tussen ja, Friesen die hier binnen, maar ik Friesen met een extra culturele achtergrond en dat te verbinden en daarmee uiteindelijk hopen we volgend jaar september antwoord te hebben op wat de Fries anno Hewitt is. Ja, je bent nog onderzoekende. Zeker, ja, totaal de midden niet. Nee, maar ik vind het wel heel nieuwsgierig, ja, van hast een idee, de eerste indruk, ja, wat toch zal je nog? Is er wat de verbinding tussen de autochtone en de allochtone Friesen. Gebeurt er wat op het platteland waar wij net zogen? Nou ja, wat ik zei is, er wordt gewoon volle meer georganiseerd dan we weten. En iedereen is heel erg iepen naar elkaar. Maar we moeten allemaal wel een drempeltje hoor om elkaar uiteindelijk te moedigen. En we zien dat misschien al dwamend. En het is nu misschien nog heel erg separated, dus apart van elkaar. Maar ik denk dat we maar de projecten die wij nu doggen in deze... We nemen het The Taste of Friesland. Deze voorstelling heet de afhaalverhalen. Maar dat we eigenlijk de verbinding maken en dat we maar elkaar... Nou, misschien wel uiteindelijk volgend jaar een nieuw ritueel hebben. Of een nieuwe cultuur maken hebben misschien al. Of en volgens mij die iepeningen, daar ben we nog heel erg met dwaande. En nou ja, dat er zoveel om ons heen gebeurt wat we net weten, dat is gewoon echt te gek. Is er hoop? Ja. Mooi. Goed ja. Zo. Ja, laat het dan maar in Friesland beginnen. Op het platteland. Ja, nou ja, met de vader Friesland is met al je liedje dwarpjes. We hebben een hele prodde van, meer dan 400. Ja. Er gebeurt van alles. Ja. En we hadden ze moeilijk... Het is helemaal net tastbaar. Hè? Dus we zoeken vaak wel de clichés. Ja. Nou ja, dat is het ding. De dwarfeesten en de vierlipwedstrijden, neem het al je maar op. Ja. Prachtig, al je mooi. Maar wat er echt gebeurt in nou ja, de dwarfjes, daar hebben we vaak geen zicht op. Nee, of maar het breken van het vasten of de Ramadan. En nou ja, als je denkt van Jips, hoe mooi feest dat eigenlijk is. Ik maal koor, zeg maar. En dat, nou ja, en dat het net bedriegend hoeft te werken? Helemaal niet. Maar goed, dat is natuurlijk het ding. We vinden het spannend als iets nieuw is. Of dat hetzelfde maar normativiteit te matchen. Of ik neem het dan heteronormativiteit. Dat daar is de wereld er gewoon in indeelt. Dus dat is net een oordeel, maar het is meer een soort observatie, vind ik. Dat is altijd spannend als iets nice komt of wat we eng vinden. En ik hoop in ieder geval maar de vaststelling die
ik maatje en die Eline en ik maatje maar de firma. Dus dan maatje ik dingen apart van elkaar onder de firma. We deden ik heel soort machine 12. Maar hopen we in ieder geval dat iepen te breken. Dat er hoop is in nieuwe dingen. En stel die nu maar eens voor iepen. En dan is er heel iets moois te bouwen maken hoor. Ja, het hoeft vaak net heel ingewikkeld. Helemaal niet. Nee. Totaal niet. De meisje er zo'n ingewikkeld ding soms van en denkt, ja. Ja, en nieuw is spannend. En dat is ik spannend. Jou in de hoorn en een gesprekje in de beel heel een. Ja. Oh, ja. Nou ja, we in de Aron, wie kan in een column. En toen zei de buurvrouw, mijn orenbuurvrouw. Oh, ik heb Joert voor het eerst met mijn buurvrouw sprutsen die er al een jelly wennet. En dat in zijn dorpje. En dat is toch te gek, ja. Dus dat, dus salietse is het al, zeg maar. Dus we hopen in mijn vaststelling in ieder geval die verbindingen te lezen in Iep en Hiet. En wees niet bang voor het onbekende, want in het onbekende ligt zoveel moois. Morfoses, hebben we het leven gehoord? Komt dat ook uit Jim Koker mij zien twaalf, of is dat weer een orenproductie? Nou, het is meer een productie van mij onder de firma. Dus, maar Eline Giet wil de RAN-programmering wel. Ik een podcast van Martje en een installatie voor in de foyer. Maar het zit voor mij nog heel erg in mijn leercurve om meer beeldend makerschap te ontdekken, eigenlijk. En ik werk je mijn poëtische tekst. Dus ik wil wel mijn tekst werken met een poëzie. Omdat daar voor mij meer beeld in luidt. Dus meer ruimte voor eigen associatie. Schroef dat zelf, die poëzie? Nee, Sietse Jansma. Giet het schroeven. Die had ik krijg de een ja, prijs. Fantastische prijs voor. Ja. De debuutprijs. De C. Bunning prijs uit Binholle. Ja, te gek. Hij schroot het. Het is baseerd. Hij schroot het in een soort vorm van Oscar Wilde. Ierse schroer rond 1900. Die homoseksueel wie, maar daar ik net voor uitkomen koer. En uiteindelijk moest hij daarvoor verzetten. Had hij de profonde schreun, een soort liefdesbrief naar zijn geliefde ta. Waar hij eigenlijk reflecteert op hemzelf en op de verraad. En ziet ze die schroot vanuit zich zijn eigen stijl. Maar wel ik in de stijl van de profonde schreun hij eigenlijk meerdere verhalen over schaamte. En we volgen een jongen die het ja, wrakselt maar de schaamte. Dus hij is wel uit de kast komen. Dus Hosanna, je mag lekker jezelf zijn. Maar is dat zo of bloot het oorswijzen, het zaadje van oorswijzen wat in die kindertijd aan geplant is, ja, bloot dat nog bij die? En daar wrakselt dat personage maar. Ja. Een soort childhood trauma, nemen ze het maar. Je hebt zelf spelen? Nee, Thijs, ik wil het zelf echt maatje. Dus echt op mijn makerschap daarin verdip je en daarin in terugontwikkelen. En Thijs Huis giet het spelen. Heel blij mee. En Elze van der Akker, scenografe. Zij giet ik mooi spelen. Dus er is een scenograaf live op toneel aanwezig. Dus het wordt een poëtische, ja, melancholische voorstelling. Friesland of landelijk? Friesland speel je, maar ik landelijk. Dus okay. Ik ben nou druk Nederlandstalig dus? Ja, dus het wordt Nederlands. Ja, het is vooral Nederlandstalig, maar Friese invloeden. Ja, correct. Ja. What a story. Ja. Wij gaan muziek draaien. We zitten wat in een melancholische hoek. Mm-hmm. Maar we gaan nog even een tempo op drieën. Muse. Ja, lekker. Ja, toffe gitaarband overigens. Ja, heerlijk. Knights of Sidonia. Ja. Why? Ja, voor mij is dat een beetje, hoe neem je dat? Magnus Opus van Muse. Voor mij in ieder geval. En Muse is gewoon heel lekker. En dit nummer, ja, je zit alles in. Muzikaal, rock. Maar ik, ja, zijn stem is ik waanzinnig. En live super strak, hè? Ja, mega. Ja. Ik heb ze nou twee keer gezien. En ja, mega. Echt super vet. Yes. En heerlijk. Fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight. Ja, lekker. Gitaren, daar mag je altijd mee opkomen. Zeker in dit programma. Muse, uitzocht nog Romke Gabe Draaien. Ik krijg straks nog een heel sfeer van nummers, zet ik er voort maar even bij. Maar dit vind je dus lekker. Soms even op koptelefoon en dan even beuken of niet? Ja, heerlijk vind ik dat. Ja, ik hoop dat mensen thuis ook even de volumeknop omheen gedraaid. Hè? Nee, ja, ik vind dat echt heel lekker. Ja. Dus ja, lekker rocken. Ja. Oeral. Ja. Kobbe, zeevogel, maar ze het op verschillende manieren uitlezen.
Eerst maar even, wat hast u met natuur? Ja, mogelijk waar. Ik bedoel, dat is een proto-natuur natuurlijk. Maar... Ja, zeker. Dus ja, opgroeien tussen de landerij en de bossen en het water. En ja, vroeger ging ik al vaak te ijsiekjen en vaak de bosken in of vogeltjes spotten. Dat vind ik machtig. En bij Mokwaar is dan ik de vogelkijkhut in de bocht van Mokwaar. Ja, daar wie ik vroeger wel vaak te vinden. Dus vaak het land in en ja, ijsiekje. Ja, lippen, schreeuwen, neem ze al in maar op. Ja. Maar nog eens voor oeral, nou, list me even uit. Is het een soort onderzoek? Ja, het is een... Is het een soort reflectie? Nou, het is een werk... oeral zelf is een werkplaats, dus ik mag als nieuwe makers, is maar een soort talentontwikkeling. Maar ik ben oeral nou een proevenmaatje, een work in progress. En ja, ik wil heel graag vaak iets mooi natuur doen, of mijn vogels, of de relatie met de natuur, van mensen en natuur, waarvan ik denk dat we die soms wel eens een beetje kwietrekken binnen, ikzelf. En ja, kunnen we weer een soort nieuwe ontmoeting met die natuur krijgen, want wij zijn zelf ik natuur, als mens, maar kunnen we weer een soort ja, relatie daartussen opbouwen, en hoe is uw omgang daar dan tussen? En vorig jaar op Oerol zit ik in een atelier lab, een soort voorstadium van de werkplaats, en hebben we heel veel en op een gegeven moment ron ik van het festivalplak naar mijn fiets en zeg ik een schaduw van een meeuw. En ik vind schaduwen heel interessant. Dus in morfosis geef ik volle mijn schaduwen dan. Want in schaduw zit voor mij heel veel ruimte voor eigen associatie, eigen interpretatie. Plato, hadden we toe filosofen. Hè? Toen zeg ik die schimmen, toen dacht ik, oh jeetje, wow, op wat in ieder geval viel ik die ruimte helemaal om mij heen. En ik hier altijd al een idee om een keer een soort lichtinstallatie te matchen. En dan, ja, ik ga het voordoen voor mensen die kijken. Maar dat is maar op het schuin langs de spilje op wetten. En mensen kunnen juggen van boven naar beneden. Dus dat idee hier ik. En dat kwam toen bij elkaar. Toen dacht ik, ik zou wel een hanginstallatie matchen willen over zilvermeeuwen. Dat we naar beneden juggen. Nou, een liet stikje aarde. Soms rin ik terug het bos. Hoe de Utrechtse heuvelrus. Of rug. En dat soms dan steen ik gewoon 5 minuten even in het bos stil. Om even naar de grond te sjen. En dat is juist wat voor leven er al is. Of ik zit nou in een bonte specht te sjen in een beam. En dan nou, zit ik daar. En dan ervaar ik even werk binnen op dat plak. Dus dat gevoel zoek ik er heel graag in hebben willen. Dus even juist naar het plakje west best. En dat is er even tiert van neemst. En toen kwamen we als derde ingrediënt kwamen we het verhaal van Meeuw 6004, die het baseert op GPS-trackinggegevens van de UvA en het NIOS, dat is een onderzoekscentrum voor zeevogels. En die meeuw die vliegt iedere dag van de kolonie in het wat of op het wat naar Amsterdam, Geuzeveld, naar Vis Lambertus, zijn favoriete stekkie. En wij vragen dus, ja, hoe kent dat? Waarom doet hij dat? En wat vindt zijn partner ervan? Wat vindt zijn eventuele kinderen daarvan? En waar is de ver. Of de vis daar verser of niet. En nou, dat kwam uiteindelijk elke baak hoor. Dat ik dacht, dit is zo'n hele mooie moetingwijze. Een soort hanginstallatie. Wist de ronde viels. Maar ik wist die verdiepingsgist in de verguisde zeemeel. Dus de meeuw west oost normaliter langsrenst of west je sized oprotten kutbeest. Wat ja, precies. Je? En dan zei die mag net op mijn skieten. Nee, en eng is hij. En zit er eng uit. Het rare gloeden. En vorige middag heel grut. Ja, heel grut. En ze lopen steeds meer naar de sterta. Dus het wordt nou een probleem meeuw eigenlijk. Vaak best wel brutale... Heel. Maar hoe komt het dat die meeuw naar de sterta gaat? En hebben wij misschien daar als mens een hand in? Dus door de oprukkende toerisme, het bouwen vol bouwen van de duingebieden. Nou ja, en daar willen we indoeken eigenlijk maar deze ja, work in progress. Maar een heel gelaagd verhaal dus. Ja, er zit heel veel in. Dus dat is nou ik wel echt de proeven. Ik om nou alles uit te proberen. We hebben nou in je verhaal scrunnen. Dus hoe die meeuw. We hebben dus verdiept in meeuwen, in zeemeeuwen. Dus ik weet er nou inmiddels heel veel van. Heel interessant beest. Dus ik zal net met gauw steeds oprotten. Maar het is een heel, ja, heel bijzonder wezen. En voor mij is dat ik echt symbool van onze relatie tot de natuur. Zeg maar. Ja, als verguisde meeuw, als natuur. Wat er misschien steeds meer... Nou ja, vanuit mine eengepunt misschien steeds meer verloederen litten of we hebben steeds losser van komen te steen eigenlijk. Ja, nou misschien hetzelfde wordt het symbool van toch de wens in Utrecht. Ja. De wens echt hartje Utrecht. Ja. De liek het de natuur vier voort. Ja.
Maar ik is nu bij waarom naar Friesland. Had dat ik weer met de natuur te krijgen of net? Nou, ik denk wel de omjouwing wat me nog steeds wel lukt, zeg maar. De dus platteland. De lucht. De ruimte. Ja, de ruimte, lucht, wat het jouwt. En in Utrecht ben ik in 5 minuten gelokkenvol in de bossen. Ja, maar dus toch, dat is wel in het dagelijkse leven is beton en ja, stien. Zeker, ja. Ja, dus het is de urban... moeilijk woord. Ik kan het niet uitspreken, maar de urbanification. Nee, ik zeg het verkeerd. Maar gewoon het stedse leven. Ja, dus Nienke Laverman heeft trouwens ook een heel mooi nummer over op haar plantalbum. Over concrete heet het volgens mij. Ik hoor beton. Hoe kerst uitschitten als plant in beton, zeg maar. Nou ja, dat vind ik een heel mooi, noemen. Maar ik dat ziet voor mij zeg maar, van de verwijdering van die natuur. Een soort metafoor, gast. Ja, zeker. Ja. En daar ook dat die installatie heel erg deel giet. Maar dan wel vanuit de egen vanuit die zeemeeuw. Dus dat beest dat we bijna haten. Ik bedoel, als de kop een schust, typ het op Google in, dan is het alleen maar negatief. Het is een Bonnie en Clyde. Het is een rot. Het is agressief. Het is een boef. Ja, bijvoorbeeld ik op Twitter of X in Burg. Als het al een filmpje joost, dan is het altijd iemand die een stukje patat oppakt. Ja. Of smarrigers. Of ze cirkelen boven een afvalberg. Het is altijd negatief. Ja, en eigenlijk de installatie en het verhaal was juist dat jouwt hij een oorperspectief op deze verhaal. Dus op de verhaal vanuit het menselijk perspectief. En natuurlijk hebben wij het verhaal ik vanuit de mens, vanuit als mens scrum. Maar wel probeert om helemaal in die mail te doeken. En als publiek doekst ik heel even in die mail. Mijn bus misschien wel heel even mail 600. Via die heerlijk onder het zweven is in alle vrijheid. Mooi man, wat een verhaal. Goed, dat verhaal is clear. Is clear voor oer al? Nou, ja, we beginnen Joert Nata, dus Joert waar? We nemen het nou op, maar we beginnen Nata. En ik heb de auto vol met spiegels, want ik heb een spiegelinstallatie. Ja, precies, er mag nog sleutelen worden gebouwd worden. Ja, we beginnen op het eiland bouwen. Dus we hebben van oer al in de werkplaats van oer al het oude en ik ga nou dadelijk naar Ben Freelink die het loodfragment oud monteert en dan halve loer en onderzet. Dus we moeten nog wat dingen doen. Het is heel spannend, vind ik het. Want ja, het is toch oerol. We staan als jonkje, sinds ik wel eens Uit Molkwar, die begon bij Harry maar niks. En die dan nou op oerol stiert. Dus dat is wel, het is mega lijp, mega vet. Maar ook heel spannend en heel leuk. Ik neem aan dat er wel informatie op de site van oerol te vinden is. Is er een officiële titel? Ja, Mail 6004. Tussen haakjes, geen Tsjechof. Ja. En waarom, dat is dat maar de meeste zelf erachter komen. Zit er toch niet op een einde om bouwen? Ja, leuk. Hartstikke druk dus, met al die voorstellings, was al zeist en hartstikke van alles al over verteld. En over een teacher, best wel gewoon inwennen van Friesland. Ja, even. Met die partner, dus dat was volgens mij een hele gelukkige periode van je leven zitten, of niet? Ja, ik zit, het giet wel heel, heel goed. Ja. En misschien moet ik soms wat iets minder het werkje. Dat zou misschien ook goed voor mij weten. Maar ik ben gewoon heel blij. En ik ben gewoon heel blij met de kansen. En met alle leuke dingen die ik dwaam. Echt een gezegend mens. Echt bizar en heel bijzonder. Prachtig leven. Ja, dan komen we toch bij een verhaal uit. The loneliness of a tower crane driver. Ja. Ja, vertel terug elbow. Een live-opname even draaien. Ja. Een BBC-opname met een orkest erbij. Ja. Fantastische Britse band overigens, Elbow. Maar een bijzondere titel. Ja. We waarschuwen nog een titel over een tower crane driver. Hè? Ja, dat is toch mega. Ja. En hoe alleen kan je je voelen, zeg maar. Nou ja, je zit in dat hokje daar bovenin. En ik wil eerst One Day Like This. Want dat is een soort liefdesnummer die ik dan met mijn partner heb. En die stuurde hij naar uw stwadde date. Stuurde hij een screenshot van Elbow. En toen leerde ik Elbow dus kennen. Maar, dankzij de leerde. Ja, One Day Like This. En toen draai ik dat nummer. En toen dacht ik, dit is helemaal wat ik nu voel. Totaal in de liefde. En een week later. Letter huilend met dat nummer op door Utrecht van what is happening to me? Maar toen kwam ik dit nummertje in op YouTube, BBC, live at BBC. Ja, dit is muzikaal voor mij echt misschien wel het hoogtepunt, vooral als op een gegeven moment het koor erbij komt. En Elbow Scroot, zulke mooie teksten. Ja, die must 5 keer lezen en dan nog een keer lustreren. Ik dit noemer, ja. Dus, maar het is gewoon waanzinnig qua tekst, hoe hij jongt. Maar ik muzikaal is dit echt, orgasmatisch voor je oor misschien wel. Vooral als het koor er bij komt. Ja, het is echt waanzinnig. En de titel is ook mega. Ja, verzin het maar eens. Dank u wel. Heel bedankt.